Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Dit is weekvlog 485. Zitten jullie er klaar voor? Gooi dat roze duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en heel veel kijkplezier. Ik heb gelijk een mededeling. Ik ben de laatste dagen misschien best wel afwezig geweest. Ik weet niet of jullie dat gemerkt, wat dan ook. Ik heb een. Iedereen mag het weten en ik wil er verder ook niet zielig over doen. Ik ben gisteren, dat is dus dinsdag, dat is voor jullie vorige week, naar het ziekenhuis geweest. Dus ontdekt dat ik een knobbeltje heb in mijn rechterborst. Maar gelukkig is die goedaardig. Dus laten we het daar mooi maar op houden. Dus ik heb een goedaardig tumortje in mijn hoofd en ik heb een goedaardig knobbeltje in mijn rechterborst. Hey. Maar ik ben altijd de vrolijke ik en we gaan deze week de mooie fijne tegenaan met leuke opnames. Na mijn nieuwe eerste werkochtend, nu lekker aan het patatje met Picanto. Ik zit midden in de chemokuur. Fred van Leer terugkijken, alles uit de kast. Dat vind ik echt heel erg jammer. Want ik vind dat iedereen. Echt wat voor mij om mee te doen, want ik heb zelf dat. Jullie net zagen wat ik heb. Nou ja, ik gun deze mensen ook van harte. Helaas heb ik aflevering 1 gemist, nu zie ik aflevering 2. En ik neem het hele seizoen van Fred van Leer op. Hi! 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 Hi. Fuck you! Oh. Hi. Hi! Nou, lekker weertje. Alleen. Lekker tuindag. Lekker tuindag. Top. En dan gaan we vreten. Waarmee? Weet ik veel niet. The roof is on fire. Father, leader, 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 father, leader. Oh! Bijna 6:30 in de ochtend. Ik ga koffie latte drinken. En een bakje, een blond Amsterdam bakje met yoghurt en vla. Laat me een bijtje. Nogmaals, goedemorgen. En vanaf vandaag wordt het eindelijk wat mooi weer. Oh nee, dat was vanaf gisteren al. Is ook zo. Nou ja. Ik ben nog niet heel lang wakker. Nou, in ieder geval, maak deze week wat moois van. En wat gaan jullie doen met het bevrijdingsfestival? Of tenminste, dat is al geweest. Want deze staat dan online. Als jullie het zien dus. Wat hebben jullie gedaan met het bevrijdingsfestival? Moet jij ook? Kom maar! Kom dan. Allemaal broodjes, hè? Lekker, hè, eentje? Kom maar. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Goed zo. Dit is mijn vriendjes, hè? Goed zo. Lekker, hè? Groot plak brood delen. Lekker genieten van mijn puddingbroodjes. Famos met de familiepos. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is 4 mei, donderdag denk ik. Eerst ga ik naar de stad voor mijn nageltjes weer.
En ik zal uiteraard na die taak ook de eindresultaat weer laten zien. Nu is het nog rustig, vind ik. En straks wordt het wel druk. Maar straks ben ik er weer als mijn nagels zijn gedaan. Mijn allergrootste vriendin. En dat was een berichtje tussendoor. Ja. Ik heb zo'n schatje. Ik denk dat het dit vind jij lekker, hè? Vind lekker even een zonnetje. Mag je? Dit is schatje. Ik heb het zo. We komen hier mee. Heb ik hier wel genoeg, hè? Waar is die 150 gram dan? Die is helemaal af. Ik kan geen dag. Wacht even. Mag ik nog vragen? Oeps. Ja, ik heb daar een pakje van. Gevonden. Oh. Die. Ik zet het allemaal zelf af. Schrijf nou even. Ik ga tagliatelle, spinazie, bouillon voor vegetarisch vlees en eieren. Smullen. Lekker jong. Dan gaan we naar de lekkerste afdeling. Moet ik eens ta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 t
Maar, oh ja, daar gaan ze nog in de rij lopen. Een unicorn. Unicorn! Wat? De hek. Om het roze. Dat is echt typisch jou. Ontbijt, zitten we dan bij de drinken? We hebben drinken vaak overgelopen. Oh! Hey! Hoe gaat het? Ah, hoi! Ja, goed! Oh, heerlijk. Ik ben altijd veilig. Goedemorgen, het is zaterdag en we gaan weer op pad. Even koekeloeren in Serhuisje Veen. Nou, we zitten weer op de bus te wachten en ik heb verder niks gekocht, maar het hoeft ook niet. Ik was gewoon voor de gezelschap mee. Lola! Lola! Blijf! Gucci! Ik vergeet helemaal te filmen. Een bakje lasagne bijna op. Ik zit Gordon en Estelle terug te kijken van donderdag. Nu over tienermoeder. Echt heel bijzonder. Ik vind echt heel mooi. Chapeau, chapeau voor die tienermoeders. Goedemorgen, het is zondag. Ja, jullie zien het. Ik ben net wakker. Het is net iets over 8. En ik ben op tijd wakker. En ik heb het gevoel dat ik uitgeslapen ben. Guusje lekker bij mij. En we gaan vandaag weer de vol tegenaan. Wat fucking mooi weer. Ik weet niet waar ik last van heb, maar...
Ik zit nu aan een stokbroodje kruidenboterchips. Het is bijna 9:15 in de ochtend. Ik heb laatst vaak last van vreetkikken. Ik ga dag kijken. Guus in de building. Nou, lekker chill dagje. En geniet van de zon. Je kan niet meer wat. Jawel. En nu aan de Tok Tok Chinese tomatensoep. Goedemorgen, het is maandagmorgen en het is de laatste dag van de weekvlog. Oh. Last van brandende ogen, zal wel van het weer liggen. Nou ja, geniet nog van deze laatste dag van deze weekvlog. Ik heb voor de rest niet gefilmd vandaag. Ik ga aan de 2 puddingbroodjes en een ratelen. Lekker verfrissend. Dus ik zou zeggen, vonden jullie deze week nog leuk? Gooi dat roze duimpje omhoog. Waarom roze? Ik hou gewoon van roze, daarom zeg ik roze. En verder zit er geen reden achter. Hieronder kan je abonneren en reageren. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, dieve power. Peace. Dikke doei en geniet van het mooie weer.